gaan allemaal van A naar B. En dat doen we elke dag. Lopend, met de fiets, de auto, noem maar op. Maar stel nou dat de afstand van A naar B maar liefst 27.000 kilometer bedraagt. En dan ook nog met de fiets afgelegd. Dit is het verhaal van een man die deze uitdaging is aangegaan. Ook hij ging van A naar B. Van Achterveld naar Bali. Op de fiets. En dat in ruim 14 maanden. We maken kennis met de 30-jarige wereldfietser Theo van Kalleveen. Hij is opgegroeid in Achterveld en na zijn reis woont hij daar nog steeds. Het maken van zo'n reis zal voor velen van ons altijd een droom blijven. Maar Theo heeft het waargemaakt. Zijn bijzondere verhaal kunt u horen en zien hier op Eva. Van A naar B. Van Achterveld naar de Bosporus. Het Europese deel van zijn fietsreis dus. In de vorige aflevering kreeg Theo van mechanicien Maarten te horen dat zijn fiets het prima gehouden heeft. Dat geeft vertrouwen om met de fiets op pad te gaan, samen met Laura, om zijn reis in Europa toe te lichten. Nou, er komt nogal wat bij kijken voordat je op reis kunt gaan, hè? Ja, maar het is ook allemaal weer geregeld en dan is het gewoon een kwestie van fietsen natuurlijk. Nu gaan we het in ieder geval hebben over West-Europa en de oude bekenden. Ja. Daar gaan we mee beginnen. Daar is het allemaal mee begonnen, ja. Nou, dat is ook toevallig. Er staat de fiets niet op slot. Laten we die erbij pakken. Meenemen. Waar gaan we heen? Die kant op. Zonder zware bepakking deze keer. En een goedgekeurde fiets. Wat wil je nog meer? Theo neemt Laura mee en laat haar de prachtige weilanden in de omgeving van Achterveld zien. En wil maar al te graag ingaan op haar brandende vragen. Dan gaan we het een beetje hebben over Europa. Mm-hmm. Het eerste deel van je boek heet West-Europa en oude bekenden. Mm. Waarom heet dat zo? Omdat ik in het begin van mijn reis heb ik heel veel mensen opgezocht die ik eerdere reizen ook al eens ontmoet heb. Dus ik ging de oude bekenden weer eens opzoeken. Mm-hmm. Vanuit Thionville ben ik richting Straatsburg gefietst. Dat heb ik daar nog een paar dagen doorgebracht. Ik merk deze reis keer op keer weer hoe lekker het is ergens per fiets te arriveren. Maar ook hoe heerlijk het is om er weer weg te fietsen. Weer een ervaring rijker en op weg naar het volgende avontuur. Welke mensen zal ik nu weer ontmoeten? Welke obstakels moet ik overwinnen? En wat voor moois biedt de weg mij de komende dagen? Of wordt het saai en taai fietsen? Met tegenwind misschien. Daarom stap ik altijd weer graag op mijn eigen trouwe aluminium ros. Bayern München, de Champions League zien winnen. Weer de goal van Robben. Kijk, dat zorgt natuurlijk ook weer voor een stukje Hollandse glorie. Precies, hè? Precies. Ik zat toen toch wel heel trots op de bank. Ook al heb ik er geen bal mee te maken natuurlijk. Ja. En ook lekker een dagje op de bank gaan, een filmpje kijken, dat huiselijke. Dat waardeer je dan wel extra als je zo aan het reizen bent. Dat je af en toe een beetje huiselijkheid. Nou, laten we hier zo even stoppen. Gaan we even wat lekkers eten. Ja, lekker. Even picknicken. Zo is het. Het is er mooi weer voor. Kan ik je een lekker broodje aanbieden? Een Zeeuwse bolus. Dank je. Wat een rust hier, hè? Lekker, hè? Ja, dat heb jij vast heel veel meegemaakt. Ja, nog wel meer. Dat er helemaal niemand langs kwam. Hoe voel je je dan? Ja, lekker. Je kunt alles maken en doen wat je wil natuurlijk. Dus, ik vond het altijd wel prettig om alleen de natuur om je heen te hebben. Ja, ook, het moet ook geen weken achter elkaar zijn, maar zo van die momenten tussendoor. Dat is altijd wel Word je dan niet, word je daar niet eenzaam van? Nou, ik niet. Ik ben voldoende sociaal dier om de draad weer op te pikken als ik weer mensen om me heen heb. Ja, Theo, zolang je maar mensen om je heen hebt. Maar geldt dat ook voor schapen? Ja, schapen. Die foto die heb ik genomen op de tweede of derde dag. Dat zal ergens tussen Nijmegen en Venlo zijn geweest. Ik kwam al die schapen tegen met een herder. Ik vond het wel een pittoresk gezicht. Zoveel schaapsherders heb je natuurlijk ook weer niet. Maar ik had helemaal nooit kunnen vermoeden eigenlijk dat schaapsherders na vrachtwagenchauffeurs toch wel de beroepsgroep is waar ik het meest mee in aanraking ben gekomen tijdens de hele reis. Heb jij met ze te maken gehad? Nou, vaak. Ik zette natuurlijk mijn tent op achter in een veldje of wat ook, of ergens in een woestijn.
En dan geregeld dat ik bij het ontwaken, dat ik, als ik net mijn tentje aan het oppakken, inpakken was, of ik was net wakker, dat er dan een schaapsherder langskwam met een hoop schapen of geiten en zelf gezeten op een ezeltje. Ja, en die vonden dat altijd wel een heel apart gezicht. En die kwamen dan even goeiemorgen wensen en dat deed ik dan netjes terug. In het eerste deel van jouw reis heb je natuurlijk heel veel oude bekenden ontmoet, mm-hmm. of redelijk veel. Is dat ook voor jou makkelijker geweest om op die manier je reis te starten? Dat je nog wel bekende gezichten hebt getroffen? Nou, niet makkelijker, maar ik vond het wel een leuke bijkomstigheid. Ja. Ik zag er ook wel naar uit. Mm-hmm. Wie heb je allemaal getroffen? Ik ben allereerst naar Noord-Frankrijk gefietst. Dan heb ik een vriend ontmoet die daar woont, in Thionville. Die heb ik voor 4 jaar terug leren kennen in Australië. Daar heb ik toen een paar maanden mee opgetrokken. En ben ik onder andere ook mee 3 weken naar Indonesië geweest, Bali en Lombok. Nou, dit is dus de bekende Jeffrey Bonassi. Die jongen ben ik gaan opzoeken in Thionville. Die heb ik 4 jaar geleden in Australië leren kennen, een paar maanden mee opgetrokken. In Townsville was dat, waar ik toen de tijd werkte. Later zijn we samen 3 weken naar Indonesië gegaan. Nou, daar 3 weken rondgetrokken, leuke tijd gehad. En toen is hij naar huis gegaan en ik heb toen nog bijna 2 jaar gereisd. Altijd wel in contact gebleven. En hier zitten we lekker te eten in een Braziliaans restaurant in Luxemburgstad. Want Thionville zelf is een leuk plaatsje, maar niet heel bijzonder. Plus de vrouwen zijn mooier in Luxemburgstad. Nou, daar is hij ook een. Het is een gezonde jongen, daar is hij echt een liefhebber van. Dus daar gingen we dan gezellig met z'n tweetjes heen. Daarna ben ik naar Augsburg gefietst. Dat ligt even buiten München. Daar heb ik mensen ontmoet die ik ook voor 4 jaar terug in Laos heb leren kennen. Daar heb ik ook weer vrienden van die mensen leren kennen die in München wonen. Die heb ik ook daar ben ik door uitgenodigd in München. En in Wenen heb ik mijn ex-vriendinnetje weer ontmoet. En hoe was dat? Om die te ontmoeten. Ja, dat was leuk. Je had ook ondertussen al je paar jaar niet gezien. En dat waren nou helemaal geen gevoelens meer. Dat was gewoon leuk om elkaar weer eens te zien als oude bekende. Je schrijft ook in je boek dat je veel regen hebt gehad, het eerste deel van je reis. Mm-hmm. Ja, eigenlijk het moment dat ik de grens van Nederland-België overfiets begon het te hozen. Ja, dat heeft er eigenlijk wel aangehouden tot aan Oostenrijk. En dat werd van kwaad tot erger. En in Oostenrijk, ja, het was het hele land in rep en roer. Wegen afgezet, de Donau die overstroomde. Ramptoerisme ook wel gezien. Helikopters in de lucht om mensen te evacueren. Huizen onder water. Dat was een spektakel. Het is bij Passau in Oostenrijk. Er komen 3 rivieren samen. De Inn, de Donau en nog een derde stroompje. En het plaatsje zelf ligt eigenlijk op een schiereilandje. Het is een heel mooi toeristisch plaatsje. Zou het moeten zijn. Toen ik er kwam die dag stond het water al hoog. Dat zie je ook hier op die foto. Ik kan daar niet verder fietsen. Er heeft een Nederlands stel die ik daar toevallig zag lopen. Die heb ik aangesproken. Die heb ik gevraagd om een foto. Die hebben van mij die foto gemaakt. Die vonden mij helemaal dwaas. Maar toch ook wel. Ze vonden het ook wel heel leuk om mij te ontmoeten. Een rare Hollander die zo'n reis onderneemt. En ik dacht toen ik die foto nam van nou, deze foto noem ik dan wel doodlopende weg. Want je ziet hier al op die foto. Ik kan niet verder. Het water staat al tot op het voetpad. En 1 of 2 dagen later zat ik in Linz in een hotelletje en daar bekeek ik het nieuws en toen was het water inmiddels tot aan de daken gereikt. Dus dat geeft wel aan wat de situatie was in Oostenrijk toen ik daar aan het fietsen was. Dat was echt, was eigenlijk een soort nationale ramp eigenlijk wel daar. Op zo'n moment gaat het door mijn hoofd dat ik toch wel heel blij op mijn fiets zit. Maar ik heb ook wel momenten van reflectie gehad dat ik in een bushokje mijn boterhammen zat te eten. Helemaal verkoud en verkleumd en het bleef maar regenen. Hoe ga je eigenlijk om met zoveel regen? Ja, het is natuurlijk niet leuk. En ik kan me nog herinneren dat ik op een gegeven moment een broodje zat te eten. En toen schoot ik wel in de lach. Want toen dacht ik, ja, heb ik hier nou mijn leuke baan voor opgezegd? En mijn appartement en dergelijke. Maar ja, het feit dat je erom kan lachen, dat zegt alweer genoeg natuurlijk. Je blijft gewoon positief. En het is eigenlijk alleen maar vervelend als je in je tent ligt en je hoort die regen op je tent tikken. En je denkt van, gadverdamme, dan moet ik er zo uit. Dan moet ik alles nat inpakken. Maar op het moment dat je weer fietst, dan je fietst je warm. En ik heb mezelf altijd heel sterk voorgehouden van, nou, want ja, je moet je ergens aan vasthouden. Dan dacht ik van, nou, als ik in Wenen kom, dan begint de zon wel te schijnen.
Want dan dacht ik van, waarom in Wenen? Omdat, nou, waarom? Daar had ik de laatste ontmoeting met een oude bekende. Dat was dan mijn ex-vriendinnetje. En daarna was ik helemaal vrij qua tijdschema. Dan wachtte niemand nog weer op me. Dus ik dacht, nou, als ik in Wenen ben, dan begint de reis echt. En dan gaat de zon schijnen. En nou ja, je kunt bedenken of niet. Of je kunt je voorstellen of niet. Op het moment dat ik Wenen binnen kon fietsen, zie ik een waterig zonnetje doorbreken. Die avond ben ik de stad in geweest. Dan was het nog wat frisjes en bewolkt, maar wel droog. Volgende dag regende het nog iets. Maar 's middags klaar het op en toen heb ik eigenlijk geen noemenswaardige regen meer gehad onderweg. Tot en met Bali. Maar chagrijnig ben ik nooit geweest, ook toen niet. Hoe kan dat toch? Nou, ik denk omdat je doet wat je wil. Je hebt er heel lang naartoe geleefd naar zo'n reis. Je bent dan onderweg. Ja, dan ga je toch niet laten verpesten van een beetje regen. Maar het klopt toch dat je eigenlijk bent gaan fietsen om uit een dipje te komen? Ja, dat klopt. Ja. Toen ik in 2010 terugkwam van mijn eerste reis, mijn 3 jaar durende reis, ja, toen ben ik in het bekende zwarte gat gevallen. Hoe ben je destijds met dat dipje, dat neerslachtige gevoel, omgegaan? Nou ja, eerst stoppen en niet toe willen geven en gewoon chagrijnig zijn. Het lag aan iedereen behalve mij. Maar uiteindelijk toch in de spiegel kijken en dan, wat ik zeg, op zoek naar andere dingen. Probeer het leven weer leuk te maken. Het was niet zo dat ik zwaar depressief was. Ik zat gewoon niet lekker in mijn vel. Ik denk dat iedereen dat wel eens tegenkomt in zijn leven, zoiets. Ja. Nou, je kan naar de pillen grijpen, antidepressieven, dat zie ik niet zitten. Ik denk, nou, dan zal ik misschien wat in mijn leven moeten veranderen om er weer een beetje lol in te krijgen. Dus dan ben ik een talencursus gaan doen. Ik heb ander werk gezocht dat ik meer vrije tijd zou hebben. Want ik had ook een baan waar ik... Nou, ik zat om 6:00 in de auto, ik kwam 6:30 s'avonds thuis. Dus vrije tijd was ook geen sprake van. Toen heb ik wat opgezocht wat dichter bij huis. Dus had ik ook weer tijd om leuke dingen te gaan ondernemen. Ik ben gaan fietsen, dus ik heb een hobby gezocht. Iets om te doen s'avonds. Je hebt het heft in eigen hand genomen. Ja, nou, dan moet je toch. Ja. En wat bracht het fietsen jou dan precies? Het fietsen, nou, ten eerste tijdverdrijf. Tweede, lichamelijke inspanning. Ik denk dat daar ga je altijd beter van voelen. Er wordt dan ook een stofje aangemaakt, meen ik, hè? Endorfine. Je bent lekker buiten in de frisse lucht. Je ziet altijd wat, dat vind ik ook zo mooi aan fietsen. Je komt altijd wel weer wat tegen, al is het maar een ooievaar. Of een stoep met antieke auto's. Je rijdt wel eens een gesprekje in. Dus ja, toch ook wel een stukje sociaal. Je kunt je hoofd lekker leeg fietsen. Ja, volgens mij niet allemaal dingen die heel uniek zijn voor mij, hoor. Ik denk dat heel veel mensen dat ervaren. Daarom denk ik dat het fietsen ook zo populair is. Kun je wat meer vertellen over hoe je je voelde? Hoe was dat? Hoe ik me voelde? Nou, in de eerste plaats, ik wilde alles behalve hier zijn. Ik voelde me opgesloten in de stramien. Nou, dat klinkt natuurlijk heel verwend. Dat is het ook. Want ja, je hebt verdorie sowieso, je mag jezelf in je handjes knijpen dat je de luxe hebt om zo lang te reizen. Maar het viel gewoon tegen terugkomen. Ik voelde me opgesloten. Ik was negatief. Ik was vooral negatief tegen alles. Was je ook neerslachtig? Ja, ik was neerslachtig. En cynisch vooral. Heel cynisch. Mm-hmm. Maar goed, ja, dat word je op een gegeven moment, word je jezelf daar ook bewust van. En dan ga je toch manieren zoeken om je beter te voelen en om weer eens wat positiever in het leven te staan. Want waar ik wel achter ben gekomen... Ja, dat klinkt misschien heel erg boeddhistisch of weet ik veel wat, maar het leven is de wereld is een spiegel. Hoe je erin kijkt, zo kijkt hij terug. Dus als hij chagrijnig de wereld in kijkt, dan krijg je inderdaad die bevestiging dat het hier allemaal niks is, want dan kijkt iedereen chagrijnig terug aan je. Als je vrolijk en opgewekt bent en je gaat dingen ondernemen, dan krijg je dat ook terug en dan krijg je er ook weer energie uit, een stukje positieve energie. Het feit dat ik terugkwam in de winter, dat was ook niet echt ideaal. Maar ja, je gaat dan toch op zoek naar manieren om je weer prettig te gaan voelen. En toen dacht ik van, laat ik het fietsen eens proberen. Ik voelde ook sterk de behoefte om lichamelijk eens wat te doen. Dus de oorspronkelijke reden dat ik ben gaan fietsen is om eigenlijk uit een diepje te komen. Maar toen bleek al gauw dat ik het zo leuk vond dat het een hobby is geworden. Nou, en dat heb ik uiteindelijk gekoppeld aan reizen. 1 en 1 is 2. Laat ik dan eens een heel lange reis gaan op de fiets. Als je met je fiets in een land als Iran of Turkije, waar je al een beetje exotisch eruit ziet door je kleur haar en je ogen en zo, dan heeft iedereen direct tijd voor je. Ze zien jou, ze denken dat is bijzonder en dan is het gelijk van kom hier thee drinken of kom bij mij thuis of ze stop je even voor een praatje. Ik denk dat het dan ook vaak is om s'avonds in de koffiebar te kunnen pochen tegen hun vrienden van nou, je kijkt op een foto met een jongen uit Nederland en is helemaal hierheen kunnen komen fietsen.
Dus het zal, dat zal er ook bij horen. Maar ja, het is altijd heel leuk. Communiceren gaat natuurlijk niet altijd, maar een glimlach kom je heel ver. Dus... Ja, dit is wel een favoriete foto van mij. Ondanks alle regen die ik heb gehad in Europa, heb ik op een gegeven moment één hele mooie dag gehad in de Alpen. Of één hele mooie dag en dat viel precies met mijn tijd in de Alpen. Dus dan spreek je over Duitsland-Oostenrijk. Deze foto is genomen in Oostenrijk, die dag even 10 kilometer loop heb gedaan door Oostenrijk. Ja, en ik vind dit een klassiek Alpenplaatje in zo'n boterbloemenveldje. Lekker je boterhammetjes opeten met op de achtergrond een wit besneeuwde rots. Dus dit was echt genieten. Dit was wat ik voor ogen had toen ik besloot om in het voorjaar vanuit huis weg te fietsen. Nou, dat is me één dag gegeven en gelukkig was ik toen in de Alpen. Tatabánya ligt in Hongarije op ongeveer een dag afstand fietsen van Boedapest. Ongeveer 90 kilometer. Klein provinciaal stadje. Volgens mijn kaart zou daar een camping zijn. Ik heb daar rondgefietst, ik heb gekeken en kon de camping niet vinden. Het begon op een gegeven moment toch ook wel weer erg bewolkt te worden. Geregend heeft het die avond niet. Ik spreek een jonge kerel aan op zijn fiets. En het eerste wat hij zegt is van, nou, als je wil mag je wel in de groententuin van mij en mijn ouders staan. Ik zei, nou, heel graag. Dus hij heeft me daarheen gebracht. Dat was zijn moeder en zijn grootmoeder. En die hebben mij verwelkomd met een goed glas wijn en een lekker worstje. En ik mocht mijn tent daar opzetten. Dat was allemaal fantastisch. De volgende dag hebben ze me ook nog wijn, of geen wijn natuurlijk, thee gebracht en een stukje ontbijt. Toen zijn ze weggegaan. Ik heb gezegd, nou, ik pak mijn spul op en dan ga ik zo weer. Alleen, dan kom je ook het nadeel tegen van slapen in iemands groentetuin. Want ja, ik moest naar het toilet. En normaal duik je dan even achter een struik. Ja, dat kon ik nou echt niet maken, want dat gaan ze natuurlijk op een gegeven moment vinden. Dus ik heb als een idioot mijn spullen ingepakt. Ik wist dat er daar een wijkje was. Daar ben ik ingefietst. En daar stond er gelukkig een EHBO-post. Dan ben ik naar binnen gerend. Ik zeg, het is een noodgeval. Ze dus heb je een ambulance nodig? Nee, een toilet. Nou, gelukkig gered. En toen kon ik toch op een ordelijke manier mijn dag beginnen. Deze foto ben ik ook wel trots op. Ja, eigenlijk op elke foto wel. Je probeert toch altijd een symbool van een stad op de foto te zetten. Dus stel, ik zou naar Parijs fietsen, dan pak ik de Eiffeltoren even mee. Hier zien we de Kettingbrug in Boedapest. Ja, toch, daar steek je mee de Donau over en dan rij je het Boeddha-gedeelte in of het Pest. Daar wil ik afwezen. Ja, daar was ik natuurlijk wel trots op dat ik die stad bereikte. Dat is ook wel grappig. Toen ben ik daar rond gaan fietsen. Toen kwam ik op een gegeven moment toeristeninformatie tegen. Toen heb ik gevraagd, is hier nog een camping? Die mensen hebben me geholpen, keurige kaartjes erbij verteld. Dan moet je daar en daar en daar heen fietsen. En toen zou ik net op mijn fiets stappen om erheen te fietsen. Toen kwam er wat oudere dame op haar fiets. En die zegt, zoek je een kamer? Ik zeg, ja, ik zoek een kamer. Dan had zij een appartement in een mooie oude flat met een groot binnenplein erbij. Voor 20 euro per nacht. Dat is wel ruim boven mijn budget, maar ik dacht, ja... En wat is nou het mooiste moment voor jou geweest tijdens je reis in Europa? Tijdens het deel van je reis in Europa? Het mooiste moment? Nou, het vertrek vond ik heel mooi. Dat het eindelijk van start ging. Het was eigenlijk één hoogtepunt. Maar wat er ook heel erg bovenuit schiet is toen ik in Roemenië de Karpaten overstak. Dat was een fantastische mooie beklimming. En Roemenië is een ontzettend mooi land. Ik wist niet wat ik moest verwachten. Maar dat heeft me echt... positief, ontzettend verrast. Op een positieve manier moet ik zeggen. Toen ik binnenkwam had ik het idee dat ik Centraal-Azië binnenfietste. Of mijn beeld van Centraal-Azië. Daar was ik toen natuurlijk ook nog nooit geweest. Slechte wegen. Maar kwam ook, bleek ik achteraf, omdat ik kleine weggetjes pakte. Dat wist ik op dat moment nog niet. De grote wegen zijn wel in orde. Mensen zeggen niet zoveel. Ze zijn een beetje terughoudend. Wel stoer volk. En ontzettend mooie natuur. Toen die Karpaten over, daar heb ik echt mijn ogen uitgekeken. En toen ik daar dan boven op die berg zat, toen heb ik daar even ook weer gepicknickt. En toen zag ik de wolken aankomen drijven in het dal. Dat was een ontzettend mooi moment. Ja. Was dat jouw mooiste moment? Nou, als je dan toch een moment uit moet kiezen. Ja, ik hou daar niet zo van. Maar ja, dan zou je kunnen zeggen dat dat mijn mooiste moment was. Ja, dit is Roemenië. Zoals ik al zei, deed dat me denken aan wat ik verwachtte in Centraal-Azië te zien. En dat... Die indruk werd gewekt door een landschap zoals we hier op de foto zien. We zien een onverharde weg, iets heuvelig landschap, een beetje steppenachtig al.
En ja, armoedige dorpjes, veel met het handje, er werd nog veel met de hand gewerkt. Ja, toen ik op deze weg reed, toen moest ik gewoon even mijn standaard neerzetten en mezelf op de rug fotograferen. Dat was ook een hele, hele mooie dag fietsen. Toen ben ik richting de Karpaten gefietst. S'avonds heel mooi gekampeerd op een heuvel, met op de achtergrond de Karpaten. In het dal voor me een hevige onweersbui, maar ik zat droog in het hoge gras. Dus op dat moment ben ik wel een beetje verliefd geworden op Roemenië. Oude armoedige dorpjes, dat zullen waarschijnlijk wel zigeunerdorpen zijn geweest. Hoor. De Roemenen zelf die hebben het aardig voor elkaar, maar die zigeunerdorpen zijn wat armoedig. Het is net of je door een andere tijd fietst eigenlijk. Ik ben ook nooit lastig gevallen. Ja, wat ik wel komisch vond met die zigeuners, die rijden daar nog echt met van die oude wagentjes met een paard ervoor. Daar had ik ook nooit gedacht dat dat nog bestond. En het was natuurlijk bloedheet en ik fietsen en dan zien ze mij komen en zitten ze in de schaduw van het wagentje en dat paard doet het werk. En dan deden ze van of ik drinken voor hun heb. Nou, dat had ik natuurlijk niet. Of ik had het wel, maar dat was voor mezelf. Maar voor de rest altijd veilig gevoeld en leuk contact met de mensen en een fantastische natuur. Ik heb Roemenië nooit als alleen op de wereld. Nee, ik heb het eigenlijk nooit ervaren dat ik alleen was op de wereld. Nee. Dat zou ik eerder in een drukke kroeg in Amersfoort hebben dan op de fiets daar. Oh, waarom dan? Ja, omdat zodra je iemand tegenkomt, hebben ze ook 100% de tijd voor je. En wanneer je hier mensen tegenkomt, ja, zo ben je zelf ook. Hier ben je toch altijd druk of met je vrienden op stap. Dus dan leeft het allemaal net iets meer langs elkaar heen, zeg maar. En daar ben je altijd bijzonder. Ja, ik vond het zo onvoorstelbaar dat je eigenlijk nog geen 2000 kilometer van huis bent. En dat daar alles nog met de hand gebeurt. Het oogsten, het maaien, het zaaien. Dus ja, toen ik dit zag, dit tafereeltje, moest ik er even een foto van maken. Wat ook nog wel, hoe zeg je dat, ophef in het dorp veroorzaakte. Want dat vonden ze allemaal wel heel grappig. Waar maak je hier nou een vredezame foto van? We zijn gewoon aan het werk. Maar ja, ze begrijpen niet dat het voor ons toch geen alledaags tafereeltje is dat ze met de hand nog strooi op staan te laden. Je hebt denk ik ook minder leuke dingen meegemaakt? In Europa? Nou, buiten die regen, wat toch ook wel meeviel, heb ik in Europa eigenlijk geen vervelende dingen meegemaakt. Turkije? Nu het zegt. Toen ik Turkije net inkwam, het eerste plaatsje waar ik langs kwam, ik denk, nou, dan ga ik even pinnen. Ik had natuurlijk een enorme kick, want in plaats van kerkjes zag je nou moskeeën staan. En je denkt, nou, nu kom ik ergens. En ik fiets een plaatsje in en daar komen twee jochies van de jaar 14, 15. En die rijden me klem en dan heb ik in mijn gezicht gerocheld. En daarna fietsen ze door. Dat was natuurlijk geen leuke binnenkomer. Met een schild liep zo'n wat oudere man en die gaf ze gelijk goed op de falie. Ja, ze fietsen wel door, maar er werd ze wel verteld dat dat geen normaal gedrag is. En hier zien we sneeuw op deze foto. Dit is dan in de Karpaten. Ik heb geen idee hoe hoog het was. Ik vermoed zelf een 2000, 2200 meter, zoiets. Misschien iets hoger. Daar lag nog een hoop sneeuw op de top. En wat het mooie was van deze beklimming, ik begon natuurlijk in het dal, lekker warm, gaat klimmen, het is allemaal nog mooi groen. Op een gegeven moment kom je het bos uit, dan wordt het rotsachtiger. En op een gegeven moment kwam ik op het punt en zag je de top al liggen. Maar dat heeft vervolgens nog 2 uur geduurd voordat ik er was. Want die weg die ging met 5000 bochten, weet ik hoeveel. Dat was zo'n ongelooflijk lang lint asfalt. Dat krulde zich zo mooi omhoog. En elke keer kom je iets dichter bij die top. Dat was onwijs gaaf. En laatst heb ik hem nog een keer op Top Gear gezien. Daar waren ze daar aan het crossen met auto's. Dus dat vond ik wel een leuke herkenning om dat dan weer te zien. Ja, qua natuur was het zeker het hoogtepunt in Europa. Hier had ik nog echt het idee met een stuk ongerepte natuur te maken te hebben. En als je dan lekker aan het picknicken bent en je kijkt hierop uit, ja, dat is geweldig. Hoe stijl was het daar? Ik denk dat het daar zo'n 10% omhoog was. Het stijlste wat ik heb geklommen tijdens de hele reis was richting Berchtesgaden, dat was 22%. Dat is onwijs, maar dat was gelukkig ook maar 2 of 3 kilometer. Deze foto heb ik gemaakt op mijn driepootje met de zelfontspanner. En juist op het moment dat ik de foto nam, komt er een dikke wolk binnendrijven. Maar dat hoorde ook wel even helemaal bij de sfeer. En dit is trouwens het gebied Transsylvanië, waar Dracula vandaan komt. Iets verderop staat zijn kasteeltje, daar ben ik ook nog langs gefietst. Maar ik heb het niet gezien. Dracula dan, kasteel wel. Dit is een onwijs lelijk gebouw. Sorry, ik hoop niet dat ik hier enige Roemenen mee beledig.
Dit is een gebouw in Boekarest, Paleis van het Volk, geloof ik. Dat is toen nog door Ceausescu gemaakt. Ja, dat is ongelooflijk. Ik ben daar binnen geweest. Anderhalf, twee uur rondgelopen met een gids. Dan laat je 14 zalen zien en het is alleen maar van... Dit is de grootste zaal ter wereld, het grootste vloerkleed ter wereld, de langste gordijnen ter wereld. Het is allemaal goud en zijde en het is gewoon van de pot gerukt. 4 dagen kwam ik in Turkije aan en dan was het nog 2 dagen met tegenwind en veel heuvels fietsen naar Istanbul. Ja, wat ik al zei, van dan wil je even naar zo'n landmark, zeg maar, een symbool van de stad. Dit is dan de Blauwe Moskee, waar ik heel trots voor sta. Maar volgens mij begint het ook een beetje te miezeren. Zullen we weer een stukje op de fiets gaan? Ja, ja. Het regende niet zo hard als in Europa toen, maar het is al wel weer genoeg om naar huis te fietsen. Daarom. Nu kan het, hè? Deze regio een beetje denken aan het eerste deel van je reis? Ja, zeker weten. Hier op deze foto zie je dan wederom Istanbul. Dat blauwe water, dat is de Bosporus. Het mooie aan de Bosporus, ik denk dat ook veel mensen dat wel weten, is dat aan de westelijke zijde heb je Europa. Aan de oostelijke zijde ligt het uitgestrekte continent van Azië. Dus dan, dat is, als je daar dan op je fiets heen bent gefietst, is dat heel gaaf. Want dan weet je, nou, aan de andere kant dan begint het Aziatische avontuur. Inderdaad, in de derde aflevering vertelt Theo verder over zijn belevenissen vanaf het Aziatische deel van Turkije. En ook zien we weer de bijpassende, door hem zelf gemaakte beelden voorbij komen. Het bekende laat hij achter zich, het onbekende tegemoet. Onderweg, op de fiets, van A naar B, van Achterveld naar Bali. Heb jij ook een bijzondere reis gemaakt die je met ons wilt delen? Stuur dan een berichtje naar redactie@mediagroep-eva.nl met vermelding van reisprogramma.